Het is een prachtig plaatje, het Oosterduinse meer in Noordwijkerhout. Het toneel van het eerste onderdeel van de 22e editie van de triathlon van Noordwijkerhout. U weet wel, 40 kilometer fietsen, 10 kilometer hardlopen en 1 kilometer zwemmen. En dat moet hier gebeuren. De recreanten, die zwemmen in de Schelft, in het zwembad. Maar dit is de wedstrijd. Dat is een kwart triathlon. Met een zonnetje en een bakje koffie. En een goede voorbereiding, daar hoort dit ook bij. En dan te water. Het is 500 meter richting een boei en dan weer terug 500 meter. Dames en heren deelnemers, let u op, u neemt deel aan de wedstrijd hier. 10, 9, 8, 7, 6. En heel veel succes allemaal! Keurig, netjes. Mensen maken een mooie wedstrijd voor. Komen die zwemmers al richting de wisselzone. Uit het water op de fiets. Kijken wie er als eerste uit het water komt. Dat zegt helemaal niets voor de wedstrijd. Dat kan gewoon een hele goede zwemmer zijn. Dat is Emiel Hoogstad uit Zevenhoven. Ruim 14 minuten doet hij erover. 14 minuten en 3 seconden. En dan als tweede uit het water Frank Huisman uit Portugal. En dan is de eerste al weg met de fiets aan de hand. En daar een beetje duwen, een beetje trekken. Dan wordt ze bokkens weg. Tuimen van Duivenvoorde uit Noordwijk. Frank van Graas, hij kwam als derde uit het water, de Noordwijkerhouten. Hier Tuimen van Duivenvoorde. Pak snel uit, helm op en wegwezen. Let ze dan, niet overkalen natuurlijk. Vorig jaar tweede was hij. En ik heb het idee dat Nico het wel prettig vindt dat er een beetje een voorzitter staat. Nico Verkade, de Noordwijker, de ware triatleet. En steeds meer mensen komen uit het water. En daar heeft zijn pak al half uitgetrokken met gele badmuts in de hand. Wardy van Wouw, de grote favoriet uit Voorhout, de winnaar van vorig jaar. Kijk hoe hij snel uit zijn pak komt en op de fiets springt. Pak uit, in de plastic tas. Bril op, helm op. Dus hier, u laat gewoon uw badmuts vallen als u wil. Als 15e uit het water, maar hij staat niet bekend als een goede zwemmer. Want op de andere twee onderdelen is hij ijzersterk. We gaan dus op de fiets, gaan we kijken wie nu eerste ligt in koers. Dat is deze man uit Noordwijkerhout, Frank van Graas. En hij gaat als de brandweer. We'll be right back.
bocht om richting Tespelduin. Daar komt dus de nummer 1 in de wedstrijd, Frank van Graas uit Noordwijk. Hij neemt soepeltjes de bocht. Maar wie komt er dan achteraan? Moeilijk te zien wie het is. Is het nou Tijmen van Duivenvoorde? Of is dit Tijmen van Duivenvoorde? En daartussen Wardy van Wouwen. Hier komt de nummer 4 in de wedstrijd. Rienze van de Ouwelen uit Monnikendam. Dat is dus de top 4. En dit is het centrum van Noordwijk-Rauwt. Ja, het centrum. U kent het beeld wel van de rotonde bij de Schelft. Daar is de wisselzone. Daar komen ze dus een paar keer langs. Dan rijden ze over die rode matten die hier liggen. Dat is voor de tijdwaarneming. Daar komt de motor. Omdat het de nummer 1 in koers er ook achteraan. Wie is het? Het is nog steeds Frank van Graas. Gevolgd door Wardy van Wouw. 95 plek op de tweede plek. En daar de eerste vrouw, Irene Kinnegim. Doorkomst. Wie rijdt er achter de motor? Wie rijdt er 1? Is Wardy van Wouw, Frank van Graas gepasseerd? Nee hoor, nog steeds van Graas op 1. En daar Wardy van Wouw. Dan hebben we 4 rondjes gefietst, 40 kilometer zitten erop. Dan gaan we naar de wisselzone bij de Schelft. En nog steeds aan Frank van Graas. Lekker Frank, hè? Een seconde of 40 heb je. Zo. Ik niet verwouw, is niet eerder met fietsen. Ja. Zeg je? Hij is niet eerst met fietsen verwouw. Nee, daarom. Maar ik kom nu pas op, je hebt 40 seconden. Ja, maar. Het loopt. Daar gaan we natuurlijk. Hij is klaar voor het lopen. Die kan op. En daar is Wardy van Wouw al. Oké, Wardy. 40 seconden, Wardy. Fiets ophangen. Schoen 1. Schoen 2. Oh ja, nog een helm. En hij is weg. Zo snel gaat het. Hier komt de nummer 3. Tijmen van Duivenvoorde. Wie ligt er dan eerst bij het lopen? Ja hoor, Wardy van Wouw. Hij is Frank van Graas gepasseerd. En eerste dus in koers. Hier is hij en ik hoef hem niet aan u voor te stellen, want u kent hem allemaal! Wardy van Wouw! Hij heeft de eerste rondje. Heeft hij erop zitten? Nog 3 ronden van 2,5 kilometer. Wardy van Wouw! Het is denk ik de toch
Tijmen van Duivenvoorde. Frank van Graas is dus gezakt. En die Tijmen van Duivenvoorde, die weet dat die Rinse van de Ouwelen maar voortdurend aan het elastiek blijft hangen. Zoveel is de achterstand niet. Wanny van Wouw intussen bij een volgend rondje. In de Dorpstraat. Bij het feest van Harry rechtsaf. En dan de Havenstraat. Terug naar de wisselzone. En daar, Tijmen van Duivenvoorde. Maar u ziet hem al komen. Nou, wat zal het zijn? 20, 30 meter Rinse van de Ouwelen. Heel dicht op elkaar, de nummer 2 en de nummer 3. Dat is spannend, waar die van wou niet. En veel meer deelnemers passeren hier het mooiste gebouw van Noordwijk-Rout. En hier de eerste vrouw, is nog steeds Irene Kindergym. En dan is er een deelnemer zijn rugnummer kwijt. Dan moet je officieel gedisqualificeerd worden. Maar deze man denkt, bekijk het maar. En waar die van wou, hij komt op de finish af. Tredend en intredend kampioen van de bollenstreek. Wally van Wouw. 1-5, laten we nog een beetje. Hartstikke gefeliciteerd, Mark, jongen. Grote klasse, man. Ik stel je voor aan de burgemeester. Want die gaat je nu een burgemeester. Hoe waren de omstandigheden? Zwaar, hoog wind. En met zwemmen had je de terugweg ook een beetje last van rollenslag. En op de fiets, dat Leidse Vaart, erg veel wind. Had je in de eerste wisselzone na het zwemmen al door op welke positie je lag? Ja, ik hoorde mevrouw roepen 15e positie. En voor mijn doen lag ik vrij dicht op de voorste. Want zwemmen is je slechtste onderdeel? Ja, dat is niet best, nee. En ik heb vandaag goed gezwommen eigenlijk. Ja, want je was redelijk snel het water uit. Je lag tweede bij de tweede wisselzone. Viel dat mee of zat je gewoon op schema? Nou, dat zat wel goed, want ik wist wie er voor me reed. En ik denk, nou, die mag er wel voor, want die heb ik lopend, kan ik die makkelijk hebben. Dus ik weet ook niet of die, waar die nou is, maar... Toen wist je al zeker bij het lopen, begin van het lopen, het zit in de tas? Nou, ja, eigenlijk wel. Want ik weet dat ik normaal loop ik ook harder dan die anderen. Dus ik normaal fiets ik en loop ik harder, dus... Maar je ziet eruit alsof je net door het park heen gewandeld bent. Ja, nou ja, ja, ik heb fietsen niet alles gegeven en loop het eigenlijk ook niet helemaal. Omdat ik, ja, als je even harder loopt, dan kan je net even, al loop je op 95%, dan ga je net niet helemaal stuk. Je moet wel doorlopen, maar je wordt wel moe. Eerste worden is leuk, maar een jaar later weer eerste worden. Is dat leuk, hè? Nou ja, het is wel gaaf, ja. Dus, ik had het ook niet verwacht dat ik het nog een jaar, want ik ben vader geworden, dus het is toch allemaal net even minder. Maar het ging toch nog goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Daar wordt afgesprint en voorop zie ik hier en hier Rinse van Ouwelen. Al vele malen deed hij mee hier. Rinse, daar is en Rinse van de Ouwelen uit Monnikendam wint dus de sprint om de tweede plaats van Tijmen van Duivenvoorde uit Noordwijk die het slecht heeft. Maar wel derde wordt. Hij gaat eventjes tussen de struiken, dat lijkt me ook beter. En daar is de eerste vrouw Irene Kindergym uit Den Haag in een tijd van 2 uur 11 minuten en 26 seconden. Frank van Graas, het ging goed, tot en met het fietsen. Ja, de fiets is voor mij echt wel een ding en het zwemmen ook wel, maar ja, daarna moest ik lopen, dat was voor mij even lastig. Ik heb eigenlijk een hamstringblessure. Dat heb ik vorige week met fietsen opgelopen. En dan ik heb eigenlijk te veel last van met lopen. Dan ben ik al niet een echte loper, daar ben ik een beetje te zwaar voor eigenlijk. Maar ja, ik heb eigenlijk weinig kilometers kunnen maken met lopen, maar het ging toch wel redelijk. Dus, je kent de weg? De weg ken ik zeker, ja. Het is hier mijn omgeving, ja. Het is fantastische rijden. Het is een prachtige dag natuurlijk. Een heel mooie triathlon, goed georganiseerd. Dus ja, kan bijna niet beter. Ja, maar je hebt toch officieel nu de titel snelste Noordwijk-Rout vandaag? Ja, dat heb ik vandaag ook. Ik had wel verwacht dat bepaalde mensen mij voorbij kwamen rijden. Maar ik was inderdaad de eerste die binnenkwam als Noordwijk-Rout. Dus ik kan weer een prijsje erbij schrijven. Maar kneep je hem nog tijdens het lopen? Nou, een goede vriend van mij, Leon Hogevorst, er zat toch een aardig gat tussen. En dat kon hij toch niet meer dichtlopen. Dus knijpen, mooi. Ik vind dat iedereen doet voor mezelf, hè, dus... Waar ben je geëindigd uiteindelijk? Ik denk vijfde of zesde ben ik geëindigd. Ja, tevreden? Ja, heel tevreden. Zeker met die blessure die ik heb, dus nee hoor, heel tevreden, dik tevreden. En het leukste wat er is in je eigen dorp? Dus absoluut waar, ja. Hoe schoon zijn de duinen van Noordwijk-Rout, hè? Ja, het is prachtig. Nee, het is mooi.